Gaat het er eigenlijk mee, Mariska? Heel goed. Want als we zo beelden laten zien van 30 jaar geleden, waar denk je dan in de eerste plaats aan? Wat jong, ja. Wat slank. Ja. En wat gaat het snel? Ik kan alles nog zo goed herinneren. Ja? Ja. En nu denk ik, ik ben nu 53. En dan denk ik over 30 jaar, jeetje, ben ik 83. En dan gaat het snel hoor. Ja? Ja, je moet echt genieten van iedere dag. Want het was echt mega, hè? Ja. Voor een Nederlandse groep om nummer 1 te staan, ja, ongeveer heel de wereld. Ja, het is heel snel gegaan. Ja. Stond 1 overal, Amerika, ja. De hele wereld. En waar lag dat aan, denk je? Geluk, net het goede liedje, het goede moment. Ja. Goede plaats, de groep zag er leuk uit. En aan jou, hè? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Jawel. Ja, dat zie je van jezelf niet zo. Ik zag mezelf als een andere persoon. Dat is heel gek van jezelf als je het ziet. Denk je, ben ik dat? Met mijn leren pakjes, de mensen zullen wel denken, godsdienst. En ik zat altijd bij mijn ouders thuis. Ik dronk alleen thee. Ja? En limonade. Want als we, ik was nog heilige Maria. We hebben nog beelden van die leren pakjes. En je ziet er inderdaad wel uit alsof er iets kan gebeuren. Hè? En er gebeurde helemaal niets. En doen allemaal weg hoor, dan krijg ik complex. Nou vind ik het niet leuk meer. Oh, wat erg. Jongens, kan die... Nee, maar je moet... Wacht maar volgend jaar als ik dit boek ga volgen. Ja. Kan je terug in die leren pakjes? Nee, ja. dat lukt niet meer. Dat hoeft ook niet meer. Nee, dat zou ik ook maar niet meer. Maar was je echt zo onschuldig als je nu zegt dat je was? Ja. Maar dat geeft toch niet? Maar jullie, je moet daar toch onmiddellijk... Mariska, je moet daar toch onmiddellijk geïntroduceerd... Nee, ik ook niet. Echt waar. Oké, je kan zo beginnen, maar dan een week later moet je in Amerika en in Duitsland en in Japan, weet ik waar, allemaal gaan optreden. Ja. En dan ben je on the road en dan ben je rock'n'roll en het is hippies nee. En het is... Nee. Ik zat altijd in mijn hotelkamer alleen. Als we hadden opgetreden, zat ik in mijn hotelkamer. En dan ging ik dan films kijken, want dat had je hier nog niet zoveel netten. Ja. Daar kon je kiezen uit zoveel. Dan zat ik met een glaasje cola en een zakje chips in mijn eentje. Ja hoor. Ja? En als iemand vroeg, ga je mee uit of wat dan ook? Ik weet nog een man van Tina Turner. Want die zaten in ons voorprogramma, Ike en Tina Turner. Je kan het je niet voorstellen. En Ike die vroeg aan mij, ga je mee straks naar huis toe? En ik vond het maar doodeng, ik wist nu hoe ik weg moest komen. Een vreemde man die vroeg aan mij, ga je mee? Nee, dat... of naar Disneyland of zo, nee. Nee. Maar laten we het daar niet over hebben. Maar en wanneer heb je dat dan ingehaald? Hoeveel tijd heb je? Je moet toch op een bepaald moment losgebroken zijn? Wat wil je weten? Alles, Mariska. Alles. Goed. Ik ben geboren in 1947. Ik wilde al heel vroeg zangeres worden. Ja? Nou, dat is gelukt. Ik heb geluk gehad. En zo is het gekomen.